Dit is Jouke Faber, de trainer van TEVV, de ploeg die nog ongeslagen is in de derde klasse D. En een paar oudjes in zijn team heeft, waaronder deze Willy Kral, 45 jaar inmiddels. En dit is Ronnie Luiten, het boegbeeld misschien wel van Titan. Meer dan 20 jaar lang speelt hij al in het eerste, maar helaas geblesseerd. Ook zo'n veteraan, 40 jaar inmiddels, Ronnie Luiten. TVV in het geel, de nummer 2 in de derde klasse D tegen de nummer 10. De eerste kans is voor de formatie uit tweede Exlo en Mond. Georgescu schiet over. Opnieuw TVV, dat dit seizoen nog niet verloor en hier op voorsprong komt. Georgescu met zijn tweede kans. En dan is het in de 22e minuut 0-1 in het voordeel van TVV. Het antwoord van Titan, Idema. Dit lijkt me toch Hens. Van Eddy Schoenmaker. Hij stond toch echt binnen zijn 16 meter. Maar er komt geen penalty. Wel een vrije bal. Sonny Koops is een specialist. Maar mikt hier net langs de verkeerde kant van de paal. Titan, de ploeg die in het seizoen 2009-2010 nog actief was in de eerste klasse. Het gaat hard met Titan. En dan wel de verkeerde kant op. Dit is weer TVV met Willy Kral. En dan moet hij eigenlijk gewoon binnen door Nick Berends. Maar de bal wordt van de doellijn gehaald. En zo is het nog altijd maar 0-1. Maar TVV is beter. En met deze Max Schreuder heeft de ploeg een enorm wapen in gelederen. Snel. Maar niet altijd het juiste overzicht. In de rebound is het bijna Georgescu nog die kan scoren. Maar zoals gezegd, nog maar 0-1. En inmiddels zitten we in de tweede helft. Willy Kral, de paas, opnieuw op Schreuder. Nou, die moet je maken. Maar weer gaat die bal niet binnen. Schreuder, snel, gevaarlijk. Maar niet succesvol. Hier is hij opnieuw. Nu dan, weer niet. En ook zijn derde kans gaat dus niet binnen. En Jouke Faber, ja, hij wordt er moedeloos van. Want als je zelf niet scoort, dan blijft de tegenstander hopen. Dat doet Titan ook. Mooie poging van Idema. Hebben we een kwartier gespeeld. En Titan blijft gaan met de treffer. Maar het fluitsignaal. Dus gaat dit feestje niet door. Ten onrechte niet. Want dit is een zuivere goal van Raymond Dutje. Maar Titan scoort toch. En hoe? Sonny Koops. 10 minuten voor tijd. En TVV roept de problemen over zichzelf af. Krijgt nog één hele grote kans. Via invaller Robert Menzinga. Maar zijn inzet beloont op de lat. Het blijft uiteindelijk bij 1-1 tussen Titan en TEVV. Ik vond TVV met name de eerste helft beter dan ons. Elke afvallende bal was voor hen. Persoonlijke duels werden door hen gewonnen. En ja, je hebt gewoon geluk dat onze keeper twee schitterende redding vlak voor rust. Anders ga je de rust alleen met 0-2, 0-3. Aan het eind van de rit moeten wij blij zijn met de 1-1. Hè? Maar we hebben ons zelf vandaag tekort gedaan. En dat is niet de schuld van Titan. Maar als we gewoon, ik denk van die kansen die we krijgen, 2-3 maken. Dan is het gewoon heel snel gebeurd. En dan ga je hier gewoon lachend van het veld af.